vrijdag 4 maart 2022. We zijn er weer klaar voor. Net gedaan met werken, naar rechtstreeks naar huis, gedoucht. En nu is het tijd om hier te vertrekken, hè schat? Ja. En naar waar gaan we? Een stukje rijden, maar niet zo ver. Nee, inderdaad. Maar 3 kwartier ongeveer aan u. Kamperplaats De Spekdonken in Vessem in Nederland. We gaan kijken. Voilà. Ja. Zaterdagochtend, hier staan we dan buiten. Het is lekker koud in Vessem. Het is momenteel, niet verschieten, -3 graden. De zon staat lekker op. De paardjes zijn al mooi aan het grazen. Hier op kamperplaats De Spekdonken. Wij staan hier vlakbij de infobalies. Kijk eens hoeveel mensen hier aanwezig zijn. Het staat bijna vol hier. De Jacobusmolen is een bergkoren of een beltkorenmolen. Die is gebouwd in 1893. Deze molen was in het landbouwachtige Vessem van die tijd een must. Noodzakelijk voor het malen van graan, voor brood en veevoer. De oorsprong van de Sint-Lambertuskerk ligt in de middeleeuwen. Na de 80-jarige oorlog, in 1648, werd het katholicisme onderdrukt en kwamen enkele protestanten de dienst uit te maken over de meerderheid van de katholieke Brabanders. Wat later in de Franse tijd werden overal in Zuid-Nederland de kerken weer door de katholieken in bezit genomen. In Vessem gebeurde dat in 1798 en dat tegen een vergoeding van 1900 gulden plus 36 gulden voor de kerkbanken. Deze Calvarieberg met beeldengroep is aangelegd in 1927. En was het mooi. Prachtig. Mooi om te zien. Ja, vallen. Ja.
Het oudste inmiddels verdwenen raadhuis in Vessem dateerde uit 1774. In 1784 was er door plaatsgebrek een nieuw gemeentehuis aan de overzijde gebouwd. Na de gemeentelijke herindeling in 1997 is ook dit gemeentehuis overbodig. De Mariakapel of Veldkapel Ons Moeder is gebouwd in 1997. Dankzij de 89-jarige Vessemnaar Loïke Luiten is het altijd proper rond deze kapel. We fietsen hier even tussen de bossen en zo komen wij aan bij het Grootmeer en het Kleinmeer. Het zijn twee vennen gelegen in Wintelgree, een locatie in Eersel. Het Grootven meet 19 hectare en behoort daarmee tot de grotere vennen van Noord-Brabant. We reden oorspronkelijk naar Oostelbeers omdat we gehoord hadden dat er een kerktoren alleen stond. En deze staat er inderdaad aan de Calvariberg recht in het centrum, bij de begraafplaats. We zien hier ook nog de neogotische grafkapel op het kerkhof. Deze werd al in 1893 gebouwd. We komen aan bij de Oude Toren. Deze is een middeleeuwse kerktoren bij Oostelbeers uit 1207. Hans, steekt u een arm eens uit, want we zijn er. Hier staan we, op camperplaats De Spekdonken. Oh, amai, dat was 19 kilometer. Tijd om even wat uit te rusten. Het is etenstijd en dit keer gaat Roman niet koken. Schatje, jij gaat dat niet doen, hè? Nee, je kunt hier eten
En je kunt eten afhalen. Dus we hebben afgehaald en dan, ja, morgen gaan we er eten. Hè. Gaan we dat eens proberen. Dus we gaan eenmaal afhalen en we hebben hier staan nog volledige zakken met van alles erop en eraan. We zullen eens gaan uitpakken eerst. Roman is al met de gezonde dingen bezig en ik kan de ongezonde dingen doen. En wat eten we nu? Afhaalfrietjes van hier, van de spekdonken, boerderij, terras. Ik heb voor mij een vleeskroketje. Ja, moet ook anders in Holland, hè. En dan een bamischijf en een frikandel. En frietjes. En voor Roman een frikandel, frietjes en... Curryketchup heb ik gevraagd, omdat ik graag een curryworst speciaal maak. Maar dat kennen ze hier precies niet, hè? Nee, nee. En dan ajuintjes natuurlijk, voorbij de curry. Ja, ik zat wel aan het zoeken. Zelf, maar ik kan hem het zelf maken. Zelf assembleren, ja. Dan gaat hij zelf gewoon. En ik heb mayonaise gekocht. Mayonaise. En dat is te hopen dat het van die Nederlandse zoete mayonaise is. Dus een zoete mayonaise. Zoete, wij noemen dat Hollandse mayonaise. Een zoete. Dus we gaan eens zien wat dat is. Hè. Proberen. En het gaat, smaakt het? Ja, is lekker, hè. Is goed. Prima. En ja? Heel goed. We zijn er goed bezig, hè. Een lekker bami zelfs ook. Ja. Lekker, lekker, lekker. Dat komt van hier, hè, bami. Hè? Ik weet niet. Nee, Indonesisch zal dat waarschijnlijk zijn, hè? Nee? Ja. Ah, nee. Smakelijk. Smakelijk. Op. Alles is op. Hoho, schat. Ja. Nu gaan we de rollen eens omdraaien, hè. De punten. Sfeer en gezelligheid. Hmm. Je mocht eigenlijk al die najaar niet opeten. Hier houden we najaar. Geef ik een 7. Oké. Okay. Maar het kan zijn door al die rauwe najaan dat morgen heel de dag sfeer en gezelligheid nul is met u. Maar dat begint al vannacht. Ja, schat en de rest, eten? Ik zal het maar niet plastischer maken dan dat. Eten? ja, dat was plezant. Dat was zeker niet slecht. Dat was leuk slecht om te doen, hè? Nee. Maar we moeten besluiten. Nee. Je moet het goed zeggen. Ja. De frietjes waren goed op zijn Hollands. Ja, voilà. Dus wat wij gewend zijn op zijn Belgisch. Als je frituur hebt en je vindt je frituur gewoon het beste wat er is, dan weet je sowieso dat je nergens anders dat gaat overtreffen. Ja. Maar er is nog een verschil tussen België en Nederland. Ja, de manier van frieten bakken en zo. Maar was dat lekker? Ja. Heel lekker. Ik denk zelfs dat het aardappels van hier ergens waren, want ze waren heel onregelmatig. Er zat zo nog in de buizen, precies zo nog zo'n beetje op de groene kant. Dus je ziet wel, ja, dat het wel heel eerlijk gemaakt is. En, de frituursnacks waren ook zeker goed. Ze was zeker niet ondermaats, want ik dacht van, oh, wat gaat dat zijn? Ja. En want je hebt heel veel klasses van kwaliteit en frituur, die waren zeker, die waren, oh, dat was in orde. Ik moet erbij zeggen, de bami, extreem lekker. Zo vinden die niet bij ons, dus dat is wel heel lekker. De frikandel was ook heel goed. En ik heb ook een vleesvloket. Ja, ik heb nogal vrij veel vleesjes. Het was ook eigenlijk heel lekker. Dus ja, ik was wel content. Dus herhalingsvatbaar als we nog eens hier staan. Ja, maar ze zouden het nog een niveau hoger kunnen doen. Dat ik dan bijvoorbeeld geen salade moet meenemen. Ja, maar dat hebben ze. Je kunt een slaatje bestellen. Krijgen? Ja. Oh, voilà, kijk. Dan, voilà, prima. Ideaal. Dat is weinig.